Grol begint spectaculair aan het toernooi. Binnen 15 seconden maakt hij zijn eerste ippon. In de tweede partij heeft hij daar ongeveer 3,5 minuut voor nodig. Kortom, Grol kan het nog steeds, ondanks slechte optredens eerder dit jaar. Eigenlijk slaat het nergens op, want ik win toernooien wat zwaar als het EK. Ik heb mijn loting, mijn loting vandaag is zwaarder dan op het WK. En ik win gewoon vandaag en het WK word ik niks. Het slaat eigenlijk nergens op. Grol doet het uitstekend, toch is zijn derde partij erg close tegen de Tsjech Krapalek. Hij staat hier een Juco achter en heeft nog maar een paar seconden om dat goed te maken met al zijn kracht. En de zaal wordt helemaal dol, want Grol krijgt een score. Eerst een Vasari, maar die wordt teruggedraaid naar een Juco en dus is het een gelijke stand. Op het nippertje dus een verlenging afgedwongen. Gelukkig teruggehaald en in de golden score. Ja, het is een echte Veendam, en dan zou ik dan maar zeggen strijd geleverd tot het einde en gewonnen. En zo ziet die Veenkoloniaalse score eruit. Het is prachtig om te zien hoe Grol zich naar de halve finale knokt. En dan is hij niet meer te stoppen. Ook niet door de Egyptenaar Ramadan Darwish. De Vasari is goed voor een finale plek en het publiek is uitzinnig. In de finale moet Grol tegen Maxim Rakov, van wie hij in het verleden al eens een paar belangrijke partijen verloor. Ook nu is het lastig. En het komt aan op een golden score. Rakov wordt even opgelapt en Grol kan niet wachten. Grol is getergd en heeft ongeveer 20 seconden nodig om de beslissende actie te maken. De oud-Veendammer neemt de Kazach in een verwurging en hij klopt af. En zo pakt Grol alweer zijn vierde gouden medaille van dit jaar. En belangrijker nog, hij heeft er veel zelfvertrouwen uitgehaald. Een wedstrijd is de beste training. Ook in het judo. Hier, die harde wedstrijden, die kan je gewoon niet trainen. En dus daar was ik naar op zoek. En dat heb ik gelukkig gevonden vandaag en met een goed einde afgesloten. Dus ontzettend positief. Het is ook positief dat de glimlach van Grol terug is minder dan een jaar voor de Spelen.